dat je dus bent eten. Hoe ben jij op de viool gekomen om te gaan spelen? Weet je dat nog? Omdat mijn opa en mijn tante ook viool spelen. Dat vond je wel mooi. Ja. En spelen er nog meer mensen uit jouw familie een instrument? Nee. Dat niet. En spelen we dus samen met hen? Ja. Ja, wat spelen jullie dan zo? Moeilijke vraag. Volgende vraag. Heb je nog. Je speelt elke dag viool eigenlijk? Ja. Dat wel. En heb je nog andere hobby's? Voetbal vind ik ook leuk. Buitenspelen. Buitenspelen. Nou, hartstikke goed. Ik wens jou heel veel succes. Dankjewel. De volgende die gaat spelen is Pepijn.